Het bedrag is 7050 euro. Heren, wat een geweldig bedrag vanavond. Ja, daar zijn we erg blij mee. Boven verwachting eigenlijk. We hadden natuurlijk een bepaald doel. Het jaar daarvoor is altijd de meetlat. En daar zijn we toch ruim overheen gegaan. Dankzij de ondernemers hier. De Averreester Haringparty, Clemens. Ja, de Averreester Haringparty is een organisatie die wordt geïnitialiseerd door de BOF, Zakenmoment, DMC en IKA. Allemaal ondernemers bij elkaar. Die enthousiast bij elkaar komen om voor een goed doel te bieden. En dat doen we middels die haringparty. Haring die wordt aangeboden door de kossen. Er zijn heel veel ondernemers die vinden het ontzettend lekker. Die worden ontvangen met een korenwijntje. Vervolgens lekkere haring. Je mag hem of uit de vuist of hij wordt geknipt. Nou, dat bedoel ik. Dit is toch gewoon geweldig om dit te zien. Ja. Zijn trouwens grootverbruikers dit. Ja, zijn grootverbruikers. Ja, zijn groot. Maar dit is toch gewoon geweldig. Ondernemers die zijn heel enthousiast. En ja, dat heeft tot een heel mooi resultaat geleid dit jaar. Het is uitbundig. Het is gezellig met elkaar. En daarvoor hebben we natuurlijk ook gedaan. Maar de goede doelen vanavond? Er waren de twee vanavond. Het was Europa Run die nog een klein duwtje nodig had voor de aanbedden voor de hospices. En daar waren ze nog een paar duizend voor nodig om dat te realiseren. En dat is dankzij de ondernemers en daarvoor is de Haringparty gelukt. De tweede was van Denemarken, buitengaats, voor het aanschaffen van brain trainers. En dat zijn tablets waar je geheugen wordt uitgedaagd, zeg maar getriggerd. En die mensen die, zijn in staat om hun doelen nu te verwezenlijken. Mooi om te horen, goed nieuws. Absoluut. Maar zijn we ook trots op, Clemens? Ja, zijn we absoluut trots op. We zijn blij dat we dit resultaat hebben mogen bereiken. We zitten een dikke 2000 euro boven vorig jaar. En we zijn ontzettend trots dat de ondernemers die hier vanavond aanwezig waren hebben geboden. En dit resultaat hebben neergezet.